Dames en heren, goedenavond. Van harte welkom bij deze livestream van Waterschap Noorderzijlvest over een onderwerp wat eigenlijk in ons hele beheergebied speelt. Vanavond gaan we met u praten over het onderhoud aan zogenaamde oeververdedigingswerken. Dat is een moeilijk woord en een hele mond vol, maar het gaat over het onderhoud aan kades, beschoeiingen en damwanden. Dat is eigenlijk de omschrijving van wat oeververdedigingswerken zijn. U ziet achter mij een plaatje met wat voorbeelden van watergangen en oevers en hoe die erbij liggen in ons gebied. Sommige heel strak, heel mooi, maar sommige ook nog niet zo heel erg goed onderhouden. Aan tafel vanavond Annette van Velde, dagelijks bestuurslid van Waterschap Noorderzijlvest met deze grote klus in ons beheergebied in portefeuille. Welkom Annette. Dankjewel. En ook goedenavond aan onze collega's in ons deskundige panel. Er zitten 6 collega's klaar om vragen die mogelijk bij u leven te beantwoorden in de loop van de komende 3 kwartier aan uur. Want zo lang zijn we ongeveer bezig om u uit te leggen wat er gaat veranderen in onze aanpak om het onderhoud aan oeververdedigingswerken te gaan uitvoeren. Annette, om met jou te beginnen. Er gaat iets veranderen rond oevers en oeververdedigingswerken. Ik zei al, kades, beschoeiingen, damwanden. En de aanleiding is dat er op heel veel plaatsen sprake is van achterstallig onderhoud. En niet altijd duidelijk is wie hier nou verantwoordelijk voor is. Dat is natuurlijk een belangrijke vraag. Dat klopt, Annette, hè? Ja, dat klopt inderdaad. Dat kan beter. En we moeten eigenlijk vanaf het begin bedenken van waarom willen we dat beter. Nou, het is gewoon in het belang van onze veiligheid. Het is heel belangrijk dat de waterdoorvoer goed door de watergangen gaat. Het is belangrijk dat onze keringen stevig staan. Het is belangrijk dat als je op de oever moet rijden voor het onderhoud aan de watergangen of anderszins, of dat daar een weg is of wat dan ook, dan is het ook belangrijk dat zo'n oever stevig is. Dus voor de veiligheid is het belangrijk dat we dat met elkaar goed regelen. Ja, dus het gaat eigenlijk enerzijds om de veiligheid van droge voeten houden, dat water moet erdoor kunnen, ja, ten alle tijden. En ook veiligheid voor de mensen die dicht bij dat water werken. Zeker. Dat klopt, hè? Nou, en we hebben we willen hier samen met alle belanghebbenden in het gebied voor gaan zorgen. En daarvoor hebben we een plan gemaakt. Ja. Vanavond praten we dus over dit plan, maar ook over de effecten ervan op de betrokkenen. Dat zijn overheden, dat zijn allerlei andere partijen, maar dat kunnen ook personen zijn die aangrenzend een belang hebben aan het hoofdwatersysteem. Nou, wat dat dan precies betekent, als je een belang hebt, wat er dan zou kunnen veranderen, daar gaat deze avond over. Daar kunnen natuurlijk vragen over komen. En daarvoor hebben we het volgende bedacht. Als er vragen zijn bij je thuis over wat wij vanavond bespreken en over wat voor gevolgen dat zou kunnen hebben, stel die dan. En app ons naar 06-200-14182. We behandelen de vragen zoveel mogelijk tijdens deze livestream. We kunnen niet heel erg specifiek ingaan op hele specifieke eigen situaties. En we komen de komende tijd langs in alle gebieden van ons beheergebied om uit te leggen hoe het zit. Dus dat komt dan allemaal aan de orde. Maar we zullen ons best doen zoveel mogelijk in zijn algemeenheid uit te leggen wat er dan zou kunnen gaan veranderen. Dus, zijn er vragen? App ze. Bel niet met het nummer, app alleen 06-200-14182. Nou, laten we eerst eens kijken en duidelijk maken wat er gaat veranderen. We zijn het gebied ingegaan om een aantal voorbeelden te laten zien over hoe het erbij ligt en wat er kan gebeuren als oevers en oeververdedigingswerken er niet goed bij liggen. Onze vakspecialist civiele techniek Carolien Klunder ging kijken bij Hoeksmeer. Dat is het gebied tussen Garrelsweer en het Eemskanaal. En ze legt uit wat daar aan de hand is. We staan hier in het gebied Hoeksmeer. En het waterschap heeft als taak om de water aan- en afvoer te garanderen. En daarvoor is het nodig om de watergang en de oevers goed te onderhouden. En we staan juist hier om te laten zien dat hier staat een beschoeiing en deze is niet al te beste conditie. Vroeger stonden daar paaltjes met schotten erachter om de grond te keren. Deze zijn helemaal verdwenen, dus deze oeververdedigingswerk of beschoeiing heeft helemaal totaal geen functie meer. En eigenlijk is dat in heel Hoeksmeer het geval. De onbeschermde oevers
Die zijn slecht en ja, daar waar beschoeiing staat, zijn vaak de schotten verdwenen. Nou, er zijn verschillende redenen om iets te doen aan het achterstallig onderhoud. Een oeververdedigingswerk staat er voor als het doorstroomprofiel te krap is. Of, en dat die dus niet nog krapper wordt door afkalving van de oevers. We hebben in het landschap ook regionale keringen liggen. Dat zijn ja, soms zichtbare dijkjes, soms onzichtbare hoogtes die we gewoon op hoogte moeten houden. Dat zijn hoogtes van de provincie Groningen doorgekregen. Daar moet het waterschap nou ja, het land op die hoogte houden. En soms is een oeververdedigingswerk daar ook geplaatst om zo'n hoogte in stand te kunnen houden. Daarnaast is het belangrijk dat de medewerkers die het onderhoud aan onze watergangen doen, dit op een veilige manier ook kunnen doen. Ja, en zouden we de ruimte hebben, dan plaatsen we het liefst natuurlijk geen oeververdedigingswerk, maar zouden we het taluut verflauwen of plaatsen we een natuurvriendelijke oever. En dat heeft als bijkomend voordeel dat het ook nog iets doet voor de biodiversiteit en voor de waterkwaliteit. We staan hier langs een onbeschermde oever waar we maaipad langs hebben. En we rijden vlak langs de insteek van de watergang. Als we hier niets doen, dan komt de veiligheid van onze medewerkers in het geding. Dan komt het door de druk van de trekker, dan wil de grond richting de watergang bezwijken. Je ziet ook bij akkerbouwgebieden dat ook de agrariër ook vaak zijn land bewerkt tot de insteek. En dat geeft eigenlijk hetzelfde effect. Zoals je hier al kan zien is de oever in hele slechte conditie. Het heeft dus wel ermee te maken dat ze te dicht bij de watergang zijn langsgereden. Ontstaat de schade aan oevers alleen door werkzaamheden langs de watergang? Nee, er zijn ook wel andere schades of schadeoorzaken aan te wijzen. Dat kan zijn door muskusratten of muizen die in de oever hun holletjes graven. En daardoor zeg maar ook de oever al wat instabiel maken. En je ziet ook door het wisselende waterpeil van de zomer en de winter, maar ook gewoon door water aan- en afvoer, dat dan ook de onderkant zeg maar, al aardig schade heeft opgelopen. Ook de grondsoort heeft effect. Een grondlaag als klei of zand is stabieler dan zoals hier aanwezig bij in Hoeksmeer wat slappere veenlagen. Ja, beelden van een situatie in Hoeksmeer die nou nog niet heel erg tot de verbeelding spreekt over hoe het zou moeten. We zien afkalving, we zien afgebrokkelde oevers, we zien achterstallig onderhoud. Annette, hoe komt dat eigenlijk en wat gaan we eraan doen als waterschap? Ja, nou ja, het komt heel vaak op. Er zijn natuurlijk ook heel veel oeververdedigingswerken die goed op orde zijn, maar het is op plekken soms slecht en dat komt soms omdat de onderhoudsplicht niet helder is. Dus we weten eigenlijk niet wie zich daar verantwoordelijk voor is. En als niemand er verantwoordelijk voor is, dan voelt niemand zich verantwoordelijk en dan blijft dat er dus bij zitten. En dat is eigenlijk ontstaan omdat dat niet is vastgelegd waar die onderhoudsplicht hoort. En dat komt omdat wij als waterschap vele fusies hebben doorgemaakt en dat is allemaal niet goed geregistreerd in de loop van de tijd, waardoor er nu dus een stuk onduidelijkheid is op plekken. En wij hebben als waterschap de plicht om die verantwoordelijken voor de onderhoudsplicht aan te wijzen. Dus daar hebben wij de verantwoordelijkheid voor. Dus dat betekent dat wij als het ware afspraken moeten gaan maken en die vastleggen en dat met elkaar gaan toepassen. Ja. Het is ook zo dat niet in alle gevallen duidelijk is hoe er vergund is, begrijp ik. Dus het kan liggen aan wat er allemaal in het verleden niet of niet genoeg is geregistreerd. Maar het kan ook liggen aan hoe dingen vergund zijn en hoe duidelijk dat allemaal is afgesproken in het verleden. Ja, er is te veel onduidelijkheid. Als aanvulling daarop. Ja. En wat ik ook nog even wil zeggen is, het is natuurlijk van belang dat onze medewerkers hun werk goed kunnen doen en veilig kunnen doen langs al die oevers. Maar het geldt natuurlijk ook voor de agrariër die eraan het werk is. Die willen we ook geen ongeluk laten maken. Dat is net zo goed heel belangrijk, dat ter aanvulling. En als ik dat goed begrijp, zijn er dus nieuwe uitgangspunten gemaakt om te kijken hoe we nou bepalen wie die onderhoudsplicht nu eigenlijk moet hebben voor die kaders, beschoeiingen en die damwanden. Hoe zit dat? Ja, nou eigenlijk hebben we gewoon daarvoor, we willen dat eerlijk doen. Hè? Dus dan moet je eigenlijk bedenken van nou wie heeft er nu belang bij deze oeververdedigingswerk. Wie wil dat nou? Hè? Waarom is het voor wie is het nou belangrijk dat hij er is? Nou, en het maakt dus helemaal niet uit waar die staat op wie zijn grond, maar het gaat gewoon om wie heeft er belang bij.
En die zou ook dat onderhoudsplicht moeten doen. En dat is dus een belangrijk uitgangspunt voor onze nieuwe regels, zeg maar. Ja, het is belangrijk wat je zegt. Hè. We moeten dat ook echt benadrukken. Het gaat niet zozeer om wie een eigendom heeft, maar wie het belang heeft. Precies. Bij het oeververenigingswerk wat we in stand moeten houden. Onze collega Wim Bijsterbos, beleidsmedewerker, ging ook in het gebied kijken. Allereerst bij het Winsterbediep en daarna bij de Raske dan maar. Om een aantal van die voorbeelden over hoe we dan naar deze situaties gaan kijken uit te leggen. We zijn hier in Onderdendam. We staan aan het Winsterbediep. Dat is een belangrijke watergang waar heel veel water wordt afgevoerd richting Lauwers Meergebied. Je kunt hier zien dat het water hier vrij breed is. En we hebben aan deze kant een oeververdediging. Die bestaat uit een zogenaamde kadermuur. Dat is een gemetselde kadermuur. Hier ligt ook nog een steiger. Nou, die kadermuur heeft heel duidelijk hier de functie om de straat hier stabiel te houden. Het wegdek kan daardoor gebruikt worden tot aan de waterrand. De gemeente is dan ook hier de partij die er belang bij heeft. Die heeft het ook zo ingericht. En volgens de nieuwe uitgangspunten is dan ook de gemeente onderhoudsverantwoordelijk voor de oeververdediging. Aan de overkant, daar zit een bedrijf. Ook daarvoor geldt dat omdat het een brede watergang is. En ook de aangrenzende eigenaar in dit geval verantwoordelijk is voor het onderhoud van de oeververdediging. We staan hier aan het begin van het Winsterbediep. Ik wil jullie laten zien dat het water daar aan de linkerkant dat heel smal is. Die smalle watertak die komt hier samen. En omdat het water daar zo smal is en er wel heel veel water door moet, heeft het waterschap er belang bij om de oevers goed in stand te houden. Dus te beschermen tegen afkalving. En dat is dan ook de reden dat wij als waterschap ook belang hebben bij het in stand houden van de oeververdediging. Maar dat geldt natuurlijk ook voor de aangrenzende eigenaar. Als je achter kijkt, daar loopt dus langs de oever daar loopt ook een weg. En om die reden heeft ook de gemeente, toen de weg werd gerenoveerd, een oeververdediging aangelegd. Dus die oeververdediging staat dus ook in het belang van de gemeente. In dit geval staat die dus zowel in het belang van het waterschap als in het belang van de gemeente, als aangrenzende eigenaar. Als er twee belanghebbenden zijn, dan zijn er dus twee partijen onderhoudsplichtig. En dat betekent dus dat de onderhoudsplicht gedeeld wordt. Dus dat betekent dat ieder voor naar rato verantwoordelijk wordt voor het onderhoud. We zijn hier bij de Rasker de Maar en achter me zien we een flauwe oever. Hij is op dit moment niet zichtbaar, want hij is helemaal met riet begroeid. We hebben hier te maken met relatief steile oevers langs de Rasker de Maar en die ook kunnen gaan afkalven. En om te voorkomen om oeververdediging aan te leggen, hebben we hiervoor gekozen om de oever te verflauwen. Door die flauwe oever krijg je dus een betere overgang van het water naar het land. He, kunnen planten zich makkelijker op de oever vestigen. Als een oeververdediging nodig is, dan zal de aangrenzende eigenaar in veel gevallen ook de onderhoudsplicht krijgen. Dus dat betekent dat hij dus ook eventueel toekomstige vervanging moet betalen. En als er een flauwe oever wordt aangelegd, dan voorkom je dat. Ja, mooie voorbeelden van hoe we tegen deze nieuwe manier van werken aan willen gaan kijken. En net laten we daar ook even over doorpraten. Want wat verandert er nu precies door die nieuwe uitgangspunten? Je hebt al gezegd, we willen het graag eerlijk verdelen. Ja, dus dat je heel helder en zichtelijk hebt van wie heeft er belang bij die oever. En soms ben je daarvoor met z'n tweeën en dan deel je die onderhoudsplicht en soms dan is het heel duidelijk dat er eigenlijk maar één iemand belang bij heeft. En we hebben wat schematische plaatjes waarin we dat denk ik wel eventjes kunnen laten zien. Ja, die gaan we naar voren halen. Dit is er één. Ja, eigenlijk is het net ook een beetje geschetst, hè, dat je dus een flauwe doorgang kan hebben voor het water. En dat je dus al die beschoeiingen die voor die oevers, dat het niet afkalft, dat goed blijft, zodat je dat profiel, zoals wij dat noemen, kunnen behouden. En dan zie je dus dat er een belang is voor het waterschap om te zorgen dat die beschoeiing daar zit. Aan de andere kant is er natuurlijk ook belang voor de bewoner die daar zijn huis heeft en dat niet afkalft.
Dus dan dit is een heel mooi plaatje waarbij je ziet, we zijn twee die er belang hebben. Het eigendom staat aangegeven is voor het waterschap. Maar dat wil niet zeggen dat het waterschap dan ook het onderhoud van die beschoeiing zou moeten doen. Maar in dit geval dus ook wel, omdat wij dat waterprofiel hard nodig hebben voor onze... voor het functioneren van ons watersysteem. Ja, hier gaat het dus echt om een gedeeld belang. Ja. Volgende plaatje laten we zien. Dat is een heel ander verhaal. Ja, dat is een heel ander verhaal. Want hier zie je dus dat hetzelfde profiel is ingetekend hier in dit schematische tekeningetje. Je ziet dus dat het profiel ruim zat is wat er is voor het goed werken van het watersysteem. Maar we zien wel nog steeds dat dat huis die versterking van die oever nodig heeft om gewoon die tuin en die boom en ook dat huis, dat moet daar stevig blijven staan. Dus hoewel het hier dus het eigendom is van het waterschap, heeft het huis of de bewoner van dit huis er belang bij dat die beschoeiing daar staat. Ja, daar ligt dan het grootste belang. En dus, daar zal dus de onderhoudsplicht opvallen. Ja, daar zal hij dan terechtkomen. Ja. Dan hebben we er nog één. Ja, daar is die. Ja, en hier hebben we weer een krap doorstroomprofiel van een waterweg die we nodig hebben voor het goed werken van het watersysteem. Daarom hebben we die beschoeiing daar aangelegd, of daarom zit die daar, laat ik het zo zeggen. Er is niemand anders die daar verder belang bij heeft, want er is verder niks wat daar belang heeft dat die oever in stand blijft. Dus hier valt de onderhoudsplicht volledig aan het waterschap. Ja, en samengevat ziet dat er dan zo uit in een soort stroomschema. Dat kunt u thuis waarschijnlijk ook goed zien als u wat dichter op uw computerscherm zit. Maar we kunnen er nog heel eventjes kort doorheen lopen, Annette. Ja, eigenlijk is het weer hetzelfde als wat ik net heb gezegd. Die drie plaatjes staan hier onder elkaar afgebeeld. En met een ja en nee kom je dan weer eigenlijk op hetzelfde als ik het net heb gezegd. Maar het is hier een mooi overzicht dat je even op de website ook terug kan kijken hoe het nou precies zit. Ja, dat is belangrijk om te zeggen, want dit gaat natuurlijk best vrij snel. Dit plaatje geeft vooral inzicht in wie dan uiteindelijk waar verantwoordelijk voor wordt. Dat is na te kijken op onze website noorderzijlvest.nl/oeververdedigingswerken. En het gaat het waterschap eigenlijk zelf ook nog investeren? Jazeker, dat gaan we zeker doen. Wij hebben, natuurlijk is het op heel veel plekken wel duidelijk waar de onderhoudsplicht ligt. En daar waar wij het onderhoudsplicht hebben, gaan we dat zeker aanpakken. En we zijn bezig met het ontwikkelen van een meerjaren onderhoudsplan. Om gewoon in de tijd te zetten wanneer we welke beschoeiingen gaan doen. Zodat we ook goed up-to-date blijven om te zorgen dat we bijblijven. Maar we hebben ook een kleine inhaalslag te maken. En daarom maken we ook dat meerjaren onderhoudsplan. Zodat we echt per jaar dingen goed kunnen gaan aanpakken. Ja, dus we vragen niet alleen wat van de belanghebbenden, of dat nu een eigenaar is of niet, maar we gaan zeker ook zelf investeren. Ja. En het is ook wel belangrijk om te realiseren dat wij, als er ergens beschoeiingen zijn en die moeten worden vervangen, of dan moeten we toch eens ook even goed kijken, is het nodig dat ze worden vervangen? Kunnen we misschien ook zonder beschoeiing? En dan kunnen we, wat net ook al genoemd is in dat filmpje, bijvoorbeeld een natuurvriendelijke oever aanleggen of een flauwe taluut. Dan heb je geen beschoeiing nodig, dus die hoeft dan ook nooit meer te vervangen te worden. Tegelijkertijd is het heel goed voor de waterkwaliteit. Dus het is een win-win situatie als dat kan. Hè? Dus de plantjes kunnen groeien in het water, meer waterplanten. Een mooiere leefomgeving voor de kleine waterbeestjes en voor de vissen. Dus dat zou mooi zijn als het op plekken ook kan. Dus we zullen alleen daar beschoeiingen aanleggen waar dat echt kan. Ja, er wordt ook gevraagd door een van onze kijkers wat een flauwe oever precies is. Ruud, je hebt net even horen uitleggen door Annette hoe zij dat heeft uitgelegd. Wil je daar nog op aanvullen over wat dat dan precies is? Hoe zou je zo'n flauwe oever willen definiëren? Aan het woord is Ruud van den Berg, een van onze projectleiders. Ja, dat kan. Een flauwe oever is eigenlijk simpel gezegd het tegenovergestelde van een steile oever. Wij hebben veel watergangen waar geen oeverreddingswerk staat. Dat noemen we dan natuurlijke oevers of een onbeschermde oever. En die oevers hebben meestal een talu van ongeveer 1:1. En wij hebben dan de voorkeur als maatregel om hem flauwer te maken, te verflauwen, naar 1:2 of zelfs nog flauwer, 1:3 of 1:4. En pas bij dat laatste 1:4 hebben we het ook echt over een natuurvriendelijke oever. Oké, en zo'n natuurvriendelijke oever kost dus echt heel veel meer ruimte. Ja, dat is zeker waar. Ja, want je moet grond ontgraven om die oever te verflauwen.
Dus je hebt ruimte nodig in het aangrenzend perceel. En ja, dat moet dus ook vooraf met de perceeleigenaar eerst worden besproken. Die moet daar ook echt akkoord mee gaan. Oké, helder. Nou, we zijn toch bij jou, Ruud. De uitgangspunten die hebben we dus nu op papier gezet. Maar de afgelopen periode hebben we ook al wat ervaringen opgedaan met oeververdedigingswerken en het bepalen van de onderhoudsplicht. Laten we eens even wat voorbeelden bekijken. En jij, Ruud, ging het veld in. We gingen naar de Wirdumerdraai en naar de Lustige Maar. We staan inderdaad bij de kademuren hier bij de Wirdumerdraai. Dat is deze brug. Deze kademuren zijn door het waterschap onlangs vervangen. Die staan hier zo langs het Damsterdiep. Vergeleken met bijvoorbeeld andere oeververdedigingswerken die wij ook hebben, zoals beschoeiing, is dit een wat meer complexe constructie. Dus het is niet van, je bedenkt op één dag dat er vervanging moet worden gedaan en de volgende dag bel je een aannemer. Hier heeft wel wat aardig wat voorbereiding aan vooraf gegaan. Dus er is eerst een ontwerp uitgewerkt. Er is gekeken naar de omgeving, naar wat zit er al in de bodem. Kabels en leidingen bijvoorbeeld hebben we goed uitgezocht. De nieuwe kademuur lijkt inderdaad precies op de oude kademuur. Daar hebben we bewust voor gekozen. De oude kademuur was echt oud, 1885. En heel herkenbaar aan dat type kademuren wat je hier wel meer ziet. Namelijk gebogen metselwerk met kubbenstijlen. En we hebben er bewust voor gekozen om dat op dezelfde manier terug te brengen. Het is geen monument, maar daar hebben we toch voor gekozen omdat het heel wel mooi en herkenbaar is en echt hierbij past. En daarachter staat een stalen damwand en die neemt echt de functie over van de oude kademuur. We staan hier bij de Lustige Maar. Dat is een van onze grotere watergangen van het waterschap. En die komt daar verderop ook uit bij een gemaal. En het is hier tussen Ten Boer en Woltersum. Hier wordt langs de hele watergang de oever verbeterd. Moet ik zeggen, er stond niks, maar we gaan hier nu beschoeiing plaatsen. Kijk, heel veel van onze watergangen, verreweg de meeste, heeft geen beschermende constructie. Dus een onbeschermde oever noemen we dat. Eigenlijk gewoon een oever met een natuurlijk talu, gewoon alleen gras en riet. Deze oevers waren overal behoorlijk slechte staat, ingezakt. En dat vormt natuurlijk een risico voor de machines die hier van het land gebruik maken. Zowel van de boeren als van onszelf. Wij komen hier ook één of twee keer per jaar om bijvoorbeeld de kanten te maaien. En als een oever heel slecht is, is het natuurlijk een groter risico dat zo'n oever inzakt op het moment dat er een tractor of een kraan langs komt. En dat willen we natuurlijk voorkomen. De beschoeiing lijkt lager dan normaal. Waarom is dat? De beschoeiing is inderdaad lager dan normaal. Het is wel gewoon een standaard paal-schotbeschoeiing. Palen om de halve meter met schotten daarachter. Maar hij wordt lager geplaatst, omdat hij dan groter van het jaar onder water is, met name in de zomer. Nu is het winterpeil, dus staat hij wel boven water. Maar in de zomer staat hij onder water en dat heeft als voordeel dat het hout minder snel rot. En dat dieren die in het water terechtkomen er ook makkelijker weer uit kunnen komen. Wij hebben zelf als waterschap de voorkeur bij een NVO, zo noemen we dat, een natuurvriendelijke oever. Dat is eigenlijk een oever zonder constructies, dus daar zou er geen beschoeiing komen. En dan trekken we de oever nog flauwer aan dan die nu is. En dat hebben we met de boeren overlegd, maar die zagen dat eigenlijk niet zitten. Die zeiden van nou, wij willen geen land verliezen, want ja, dat is onze, daar moeten we ons bedrijf van draaien. We hebben die omzet nodig voor elk stukje land. Dus dan krijgen ze de optie van nou, dan kunnen we ook beschoeiing plaatsen zoals we nu doen. En dan krijgen zij uiteindelijk de beschoeiing ook overgedragen. Dus zij hebben straks de onderhoudsplicht voor de beschoeiing. Ja, een paar voorbeelden van hoe het is gegaan in de afgelopen tijd met werk wat uitgevoerd wordt op dit moment en wat al wat langer geleden is uitgevoerd. Annette, hoe doen we dat tot nu toe eigenlijk? Is er overleg met partijen over het onderhoud van deze oeververdedigingswerken? Ja, nou, natuurlijk zijn we in goed overleg met gemeentes over die oeververdedigingswerken. Hier hebben wij de oeververdedigingswerk gemaakt, de kaders gemaakt, omdat wij onderhoudsplichtig waren. Maar daar kun je wat van zeggen, aan de hand van de nieuwe afspraken, regels, plannen wat we hebben. Dus daarvoor gaan we dan in gesprek later. Maar het is nu al gemaakt, maar het is eigenlijk belangrijk dat je naar de toekomst toe vooraf helder hebt hoe de onderhoudsplicht is geregeld. En we hebben nu afgesproken dat mensen die dus een duidelijke vergunning hebben aangevraagd met een duidelijke onderhoudsplicht, dat blijft zo. Maar als er ergens een nieuwe beschoeiing moet worden gemaakt of
Dat moet vervangen worden of er is een aanvraag voor een nieuw oeververdedigingswerk. Dan laten we die regels ingaan. En dat is dus dan ook steeds het moment. De mensen die dus nu die vergunning hebben, dat blijft zo. En in dit geval is het dus dat we deze kader hebben gemaakt en dat we hier ook over met Eems Delta in gesprek gaan over deze kader, hoe we dat in toekomst met het onderhoudsplicht doen. En zo hebben we ook verschillende gesprekken met de gemeente Hoogeland. Ja, die zijn ook al geweest en die lopen ook nog steeds. Hè? Ja. En als we deze uitgangspunten nou overal in ons beheergebied willen toepassen en achter ons zien we het plaatje van ons hoofdwatersysteem in ons werkgebied, dan kan dat consequenties voor mensen hebben. Hoe gaan we daar nou mee om? Ja, nou, het is inderdaad zo dat als je aan die hoofdwatergangen met die oeververdedigingswerken, dan daar zijn allerlei partijen, dus niet alleen gemeenten, maar ook gewoon mensen, onze ingezetenen die in het gebied wonen, die krijgen daarmee te maken. En dat willen we gewoon op een goede manier gaan regelen. Dus we willen daarover in gesprek. En daarvoor zeggen we ook van nou, we kunnen niet in één keer met iedereen in gesprek. Dus we zullen dat met maatwerk doen. Dus met gebiedsprocessen. Hè. Dus we gaan beginnen in een klein gebied. En dan gaan we gewoon al die oeververdedigingswerken bekijken. En dan gaan we gewoon kijken hoe zou het moeten, hoe is het nu geregeld en hoe willen we dat vastleggen. Dus het wordt echt maatwerk. Ja, en als je er dan achter komt dat deze uitgangspunten in sommige gevallen nou niet goed uitvoerbaar zijn, het gewoon niet goed past, hoe gaan we er dan mee om? Ja, nou daarvoor hebben we ook deze gebiedsprocessen. Hè? Dat je dus het gebied ingaat met je regels zoals je ze dan hebt opgesteld. Maar we hebben ook gezegd, die regels zijn niet in beton gegoten. We moeten gewoon goed kijken, hoe werkt dit? Als we met maatwerk te maken hebben, waar lopen we dan tegenaan? De regels, hè, dus het beleid, wordt uiteindelijk vastgesteld door ons algemeen bestuur. Maar als wij dus opnieuw aanvullingen moeten doen op dat beleid, naar aanleiding van wat we in het gebied tegenkomen, ja, dan gaan we dat wederom voorleggen aan ons algemeen bestuur. Ja, dus eigenlijk is het zo dat het raamwerk van hoe we te werk willen gaan, dat staat. Ja. Maar we gaan wel in de gebieden kijken of dat inderdaad in alle gevallen zo werkt. Dus altijd gesprek mogelijk. Dat gaan we altijd organiseren over hoe bepaalde situaties uiteindelijk uitpakken met het raamwerk ernaast. Jazeker. En dat raamwerk moeten wij maken, want wij zijn dus verantwoordelijk hiervoor om te zorgen dat er onderhoudsplicht wordt aangewezen. Die verantwoordelijkheid pakken wij op. Dus je moet op een gegeven moment regels hebben om ook te beginnen. Nou, die regels, daar hebben we goed over nagedacht. Die zijn goed beargumenteerd. Maar het kan best zijn dat we tegen dingen aanlopen, waardoor we toch nog dingen willen wijzigen. Ja. Nou, wat we hier vertellen aan tafel, dat roept wat vragen op. Daar maken we graag ruimte voor, zoals we dat hebben beloofd. En de eerste vraag luidt als volgt. In hoeverre ben je als eigenaar van een kadermuur verantwoordelijk voor het onderhoud? Als je schade oploopt door pijlverlaging in 2008, meldt deze kijker, zoals het wegrotten van houten funderingen waardoor de kadermuur ook wegzakt, is het waterschap dan verantwoordelijk? Ik geef daarvoor graag het woord aan collega Wim Bijsterbos, die we al eerder zagen, onze beleidsmedewerker. Wim, wil jij daarop antwoorden? Jazeker. Ja, dit is denk ik een goed voorbeeld van zaken dat als het waterschap een besluit neemt, in dit geval een pijlbesluit waarbij het pijl verlaagd is, dat gevolgen kan hebben, negatieve gevolgen voor onze ingelanden. En in zo'n situatie kan een ingelande een verzoek indienen voor nadeelcompensatie en de schade dus bij ons claimen. En dat daarbij geldt dan wel dat deze persoon het wel moet onderbouwen. Ze moeten dus wel gaan aangeven van nou, deze schade heb ik gekregen en om die reden vind ik dat veroorzaakt is door die maatregel destijds. En dan zal het waterschap dan beoordelen of dat een terechte claim is. Ja, dus de manier waarop we daarmee omgaan is meegenomen ook in deze werkwijze. Ja, het staat gemeld in de uitgangspunten. En hoe het mee omgaan wordt, maar feitelijk per de afhandeling gaat net als bij andere zaken, gewoon via het juridische team wordt het opgepakt. Ja, helder. De volgende vraag die wordt gesteld is, als door bodemdaling schade ontstaan is aan een oeververdedigingswerk, waardoor bijvoorbeeld een eigenaar verantwoordelijk is, hoe werkt het dan? Ik blijf nog even bij jou, Wim.
Ja, dat hangt een beetje van de situatie af. In de praktijk is het altijd goed om contact op te nemen met het waterschap. Om zodat we daarnaar kunnen kijken van waar bestaat die schade uit. Dan is de vraag van als het te koppelen is aan bijvoorbeeld aan een maatregel zoals een pijlverlaging, waar ik het net ook over had. Dan zou het ook op dezelfde manier bij ons kunnen worden besproken. Het zou kunnen leiden tot een schadeclaim. Wat ook mogelijk is, is dat een eigenaar een verzoek indient bij het Instituut Mijnbouwschade Groningen. Want het is dan een aan bodemdaling, aan de aardgaswinning gerelateerd probleem. En in principe kan men een aanmerking komen voor de schadevergoeding via dat instituut. Dankjewel. Een volgende vraag is, mag een verantwoordelijke zonder toestemming van het waterschap een oever wijzigen? Bijvoorbeeld een lage groene oever veranderen in een hoge stenen kade. Is daarvoor dan een vergunning nodig? Die vraag wil ik graag laten beantwoorden door onze jurist Daan Beltman. Daan, wil je daar beantwoorden? Jazeker, geen enkel probleem. Een heel kort antwoord op die vraag is nee, dat mag niet zonder toestemming. En dat is eigenlijk omdat het waterschap die wil echt heel goed in de gaten houden wat er in het watersysteem gebeurt. Dus wat er ook in de watergang gebeurt. Je mag niet zomaar wijzigingen aanbrengen in het water. En dus ook niet in de oevers en taluuts. En daarvoor wil het waterschap altijd een controle in acht nemen. En dat is in feite een vergunningaanvraag. En in de vergunningaanvraag wordt beoordeeld of het mogelijk is of toestemming gegeven kan worden om een werk aan te leggen. Dat gaat het dan in dit geval in feite om. Hè. Als je van een groene oever een kademuur wil aanleggen, dan leg je een werk aan, een oeververdedigingswerk. En dat zou dus pas kunnen als het waterschap daar toestemming voor geeft. Voor dit soort werken zal dus altijd een vergunning aangevraagd moeten worden. Oké. Ook in de nieuwe waterschapsverordening onder de omgevingswet, waarvan we hopen dat die in juli 2022 ingaat. Er is nog één hele andere vraag binnengekomen, maar ook wel een terechte. Wat nu als de oevers kapot gaan als gevolg van te hard varende bootjes? Wie zou dan verantwoordelijk zijn? Wim, mag ik dat aan jou vragen? Jazeker. Voor bootjes geldt, voor varen geldt eigenlijk dat wij dat toch zien als een maatschappelijk fenomeen. Boten varen door kanalen, door watergangen. En ja, eigenlijk moet iedereen daar mee leven. En dat betekent dat niet iets is wat het waterschap waar het schade van gaat voorkomen. Het is niet zo dat als er dus door golfslag een oever afkalft, dat dan het waterschap dat dan gaat repareren. Oké. Okay. Dankjewel. Nou, het is fijn om te merken dat het onderwerp leeft en er blijven vragen binnenkomen. En die vragen kunt u ook nog steeds stellen via de WhatsApp op 06-200-14182. Ik herhaal het nog een keer, u ziet het als het goed is ook onder in beeld. Met vragen over wat hier aan tafel of vanuit het deskundige collegiale panel gezegd wordt, kunt u appen op 06-200-14182. De volgende vraag die uit het publiek wordt gesteld is, wordt de onderhoudsplicht nou arbitrair vastgelegd of gaat daar overleg aan vooraf? We hebben het daar hier aan tafel ook al even over gehad, Annette. Maar ik zou graag willen dat onze collega Has Willet, projectleider van de onderhoudslegger, ook weer onderdeel van dit grote geheel binnen het waterschap Noorderzijlvest, daar nog even op reageert. Ja, de bedoeling is niet dat het zeg maar arbitrair wordt vastgelegd en dat aanliggende eigenaren voor een voldongen feit worden gesteld en het daarmee hebben te stellen. De bedoeling is dat we in een gebiedsproces, waar we later nog over te spreken komen, per gebied gaan kijken hoe valt nou die onderhoudsplicht op een bepaalde plaats uit? Hoe is die op dit moment geregeld? En aan de hand van die twee gegevens gaan we kijken met de mensen die het betreft, gaan we het gesprek aan. En dat gebeurt per gebied. Dus we geven de mensen ook de gelegenheid om ons in bijeenkomsten daarover met ons in gesprek te gaan. Dus we willen het inderdaad per geval gaan bekijken. Per geval dus maatwerk. Dat hoor ik Annette ook net aan tafel ja. Zeggen. Dankjewel, Has. Ja.
Wij gaan even door over die gebiedsprocessen. We horen Hans daar ook al even iets over zeggen. Nou, dat is een beetje een ambtelijke term, hè? Gebiedsprocessen in ons grote werkgebied. Wat bedoelen we daar nou precies mee? Hoe gaan we dat vormgeven? Nou, we gaan gewoon in een... Je kan zoiets, het is best een grote operatie, niet in één keer doen. Dus je wilt dat gewoon in een kleinere groep doen, en een kleiner gebied, zodat je het kan overzien. En wat ik net zei, hè, we kunnen zoals in zo'n gebied, daar kun je ook weer als lerende organisatie dingen uithalen hoe je dat kunt verbeteren. Maar dat maatwerk leveren vraagt gewoon dat extra tijd en dat vraagt gewoon omdat je dat per gebied gaat oppakken. Ja, je zegt al in de eerdere delen van deze livestream ook al dat we het gewoon netjes willen gaan regelen. Ja. Nou, dat is een begrip waarvan iedereen kan denken van ja, maar wat is dat dan? Wat kan ik dan verwachten van het waterschap? Hoe gaan we dit nou netjes doen? Wanneer hebben we het netjes gedaan van jouw bestuurder? Nou ja, je kan allerlei mogelijkheden bedenken. Je kan je voorstellen dat je zegt van nou ja, kijk, de onderhoudsplicht staat op die. Maar het is eigenlijk de belanghebbende heeft dat onderhoudsplicht niet. En eigenlijk moet die belanghebbende dat onderhoudsplicht doen. Je kan je voorstellen dat je zegt van nou, degene die eerst de plicht had om het te onderhouden, die gaat hem eerst maken, netjes maken. En dan spreek je af van in de toekomst is hij dan bij jullie. Hè? Dus dan leg je het vast dat je het voor de toekomst regelt, maar dat je nu nog even een andere oplossing maakt. En zijn het in het gebied natuurlijk ook heel veel oeververdedigingen, of niet heel veel, een aantal, die er zijn en in goede staat zijn, maar waarbij het nog gewoon onbekend is. Ja. Dus dan, dus het is, op elke plek is het als het ware anders. Dan is er wel iemand moet aangewezen worden voor die onderhoudsplicht, want nu is er niemand en dat kan niet. We willen juist dat dat nou goed gedocumenteerd wordt en dat we de afspraken helder vastleggen, zodat we in de toekomst ook die veiligheid kunnen waarborgen. Dus dat betekent dat je dan zegt van nou, u bent nu onderhoudsplichtig voor deze oeververdedigingswerk. Maar ja, die doet het gewoon goed, dus daar kan je nog jaren mee vooruit. Dus het is ook niet zo dat je dan meteen financieel dingen moet ophoesten. Nee, dus even kort samengevat. We streven ernaar dat we, nou zeg in alle gevallen, dat het niet zo zal zijn dat mensen opeens met financiële gevolgen te maken gaan krijgen. Ja, want dat is nou dat maatwerk, want dat kun je natuurlijk niet zomaar ineens aan onze mensen voorleggen. Dus dat proberen we dus op die manier zo goed mogelijk het gesprek aan te gaan, kijken hoe we het kunnen oplossen met elkaar. Ja. In welk gebied gaan we als eerste met de mensen over deze kwestie, dit vraagstuk, praten? Ja, we beginnen bij het Damse Diep. Ja, daar beginnen we dit najaar al mee. Ja, we zien hier een plaatje van het gebied achter ons. En volgens mij gaan we ook even kijken waar dat gebied dan precies ligt. Dat zien we nu achter mij. Ja, in de gemeente Eems-Delta. Helemaal rechts in het wat bruinige gebied tussen Delfzijl langs Appingedam richting Ten Boer ziet u een rode kringel op deze kaart om te laten zien in welk pilotgebied we gaan beginnen. Dat is dat gebied langs het Damse Diep. Annette, dan gaan we weer heel even wat plaatjes terugzetten, want anders dan gaat ons draaiboek in de war. We hebben nog wat vragen uit het kijkerspubliek. Daar gaan we nog even aandacht aan besteden. Ik heb net samengevat dat we een soort raamwerk hebben staan over hoe de onderhoudsplicht eruit moet zien. Is dat dan eigenlijk al ergens in te zien? We hebben het daar heel even over gehad en over de hele procedure gaan we het ook nog wel hebben aan het einde van deze livestream. Door die nog even uit te leggen, maar de vraag wordt gesteld. Dus ik geef graag aan collega Wim Bijsterbos de gelegenheid om daarop te reageren. Ja, dat is prima. Het beleid ligt te indragen en dat betekent ook dat het te vinden is bij de bekendmakingen op de website van Noorderzijlvest bij Actueel. En dan bij bekendmakingen op de datum 22 november staat aangegeven dat dit te indragen ligt. En in de bijlagen bij die bekendmaking zijn de stukken te vinden. Verder staat ook nog heel veel informatie ook over het beleidskader. Op onze website en kijk even
www.noorderzeilvest.nl/oeververdedigingswerken. Ja. En daar is dus nog meer informatie te vinden. Dat adres hebben we eerder genoemd, daar staat inderdaad alles. En dat staat er ook nu al, hè Wim? Klopt. Ja, klopt inderdaad. Oké, dankjewel. Een volgende inhoudelijke vraag gaat over, die is misschien wel gesteld naar aanleiding van het prachtige werk wat is gemaakt bij de Weer en Bedraai. Maar ook een knipoog naar hoe het ooit was, lang geleden. Want de vraag is, houdt het waterschap in haar beoordeling ook rekening met de cultuurhistorische waarde van een oever, waarvan de verantwoordelijke aangeeft die nou niet te willen verstenen? Ruud, jij stond daar en je hebt er veel mee te maken gehad met het werk waarnaar gerefereerd wordt. Wil jij reageren in zijn algemeenheid op wat deze kijker vraagt? Ja, tuurlijk. Ik heb inderdaad in het filmpje al even het voorbeeld van de Weer en Bedraai genoemd. Dat is geen officieel monument, maar zo zijn we er eigenlijk als waterschap wel mee omgegaan. Door de nieuwe kademuur in eenzelfde vorm terug te brengen. De vraagsteller heeft het ook over de cultuurhistorische waarde van een oever. Dus het hoeft niet eens per se een kademuur te zijn. Het kan ook de vorm van een oever zijn in het landschap. En ook daar houden we zeker rekening mee. Maar het is met name aan de gemeente om daarop te toetsen. De gemeente is het bevoegd gezag voor dat soort landschappelijke of cultuurhistorische elementen. En die doet dat dus ook als wij zelf ergens aan de gang willen met een oever. En zal dat ook doen als een andere partij dat wil doen. Oké, dankjewel. En volgens mij heb je nog toegelicht in het filmpje bij de Weer en Bedraai dat de oever die we hebben vernieuwd, de kademuur die we hebben vernieuwd, geen monument was, hè? Dat klopt hoor, ja. Dat zei ik net ook. Het is inderdaad niet officieel monument vastgelegd, maar we zijn er eigenlijk wel zo mee omgegaan. Ja, ja, helder. Oké, dankjewel. Volgende vragen, ze blijven binnenstromen, dat is hartstikke fijn. Nog even over waar stukken te vinden zijn. De legger en het beheerregister, waar zijn die te vinden? Has, vertel het ons. Ja, de legger van het waterschap is een publiek document waar iedereen in kan kijken. Dat is een geo-webomgeving waar iedereen in kan kijken. Dat vind je onder legger. Noorderzeilvest kun je dat vinden. Maar daar is wel meteen even de kanttekening bij. Dus dat veel van de oevers nog niet de onderhoudsplicht daarvoor ook up-to-date is. En daar is nou precies waar dit hele proces eigenlijk over gaat. Om dat wel up-to-date te krijgen. Dus daar vind je over de oevers en de beschoeiingen vind je daar op dit moment nog niet veel. Helder. En het is inderdaad juist de bedoeling om dat met deze informatie die we nu gaan ophalen wel actueel te krijgen. Dankjewel. Precies. De laatste vraag die we even in dit blok doen, en als er nog vragen komen, dan horen we ze graag. Gaan we kijken of daar nog tijd voor is. In Appingedam, zegt een van de kijkers, is onlangs een stalen damwand geplaatst. Aan de Solverstraat wordt aangeduid. En hierbij zijn afspraken gemaakt over het onderhoud. En hoe gaan wij dan met deze afspraken om, is de vraag. Die ga ik stellen aan Daan Beltman, onze jurist. Heb je geluid, Daan? Hoor je ons? Nee, deze vraag komt even niet door. Dan proberen we het zo nog even een keer. Dan gaan we toch nog even door over de aankondiging van de gebiedsprocessen die we in gang gaan zetten en waar we mee beginnen in de omgeving van het Damsterdiep. Want de vraag is natuurlijk, hoe gaan we de mensen langs dit pilotgebied, langs het Damsterdiep, hier nu bij betrekken? En op die vraag weet onze omgevingsmanager, die we op deze klus hebben gezet, antwoord. Nancy Nonkus zit in ons collegiale panel. Nancy, hoe gaan we dat aanpakken? Op dit moment zijn we al in gesprek met de gemeente Eemsdelta. En vanaf begin volgend jaar komen daar ook andere partijen bij. Zoals belangenorganisaties of bijvoorbeeld makelaars. En dan in het voorjaar krijgen de bewoners een brief met een uitnodiging voor een informatiebijeenkomst. Wat daarbij ook nog goed is om te zeggen is dat we het gebied rond Damsterdiep ook nog weer opknippen in kleinere stukjes. Omdat het echt wel heel veel informatie is en we echt zorgvuldig daarmee om willen gaan.
Dus dat zal het treintje zijn met informatiebijeenkomsten. Na zo'n informatiebijeenkomst is er ook nog de mogelijkheid om op verzoek een keukentafelgesprek te doen als een bewoner daar bijvoorbeeld nog behoefte aan heeft. Ook daarin is maatwerk mogelijk. Alle informatie, ik zal de website niet nog een keer opnoemen, want die is al een paar keer gezegd en het komt ook nog wel in beeld. Maar daar staat ook alle informatie over. En we hebben ook een e-mailadres, dat is misschien ook nog even goed om te weten. En dat is onderhoudoevers@noorderzeilvest.nl. Dus mensen kunnen daar ook terecht met hun vragen. Oké, het mailadres gaan we aan het einde van de livestream nog wel een keer noemen, zodat dat beklijft. Dankjewel Nancy. Dus we beginnen langs de Damsterdiep, dat is nu genoegzaam gezegd. Maar de uitgangspunten die we hebben opgesteld, en die gelden dus eigenlijk voor het hele werkgebied van Waterschap Noorderzeilvest. Maar kun je zeggen wanneer de nieuwe regels eigenlijk ingaan? Ja, nou, we hebben het dus net al aan de orde gekomen. Hè. We hebben nieuwe regels met elkaar uitgedacht. Hè. En die worden ter inzage gelegd. Die zijn nu ter inzage gelegd. Die blijven ter inzage gelegd tot 7 februari. Dus dan kunnen mensen daar op reageren. Daarna zijn we natuurlijk ook al aan het proefdraaien in de tussentijd bij het Damse Diep. Nou, we nemen dat allemaal mee aan het einde van die ten inzage gelegde periode. En dan kijken we of we nog wat moeten wijzigen. En daarna wordt het algemeen bestuur, die gaat daarover, die stelt dat dan vast. Ja. Dat is de procedure. En wat ik zei, het is dan nog steeds niet in beton gegoten. Want het kan best zijn dat we nog aanvullingen zullen moeten maken op het beleid. Naar aanleiding van al die gebiedsprocessen die we gaan doen. Maar dan zal het ook weer opnieuw moeten worden vastgesteld door het algemeen bestuur. Ja. Dankjewel Annette. De procedure staat zo meteen nog wel even in beeld. Gaan we nog wel even bij langs. Maar we gaan toch nog even die laatste inhoudelijke vraag proberen te beantwoorden. Kijken of we nu wel contact krijgen. Ik herhaal hem nog even een keer. Het gaat over een stalen damwand in Appingedam, zegt een van onze kijkers, aan de Zolgerestraat. En daarbij zijn afspraken gemaakt over het onderhoud. En hoe gaan we dan met deze afspraken om? En ik zie dat Daan nu wel in de startblok staat om te gaan antwoorden. Ga je gang, Daan. Horen jullie mij? Ja, nu hoor ik je. Ja hoor, zeker. Ga je gang. Volgens mij is excuses, ik heb met de verbinding. Probleem met de microfoon. Ik probeer hem eventjes te beantwoorden. Ja, kort antwoord op die vraag is dat we bestaande afspraken gewoon respecteren. Hè? Dus destijds zijn die afspraken gemaakt. Dus die afspraken blijven dan ook gewoon respecteren. Totdat er een situatie is waarbij er een wijziging zal moeten optreden. Omdat de constructie bijvoorbeeld van die dam wat moet wijzigen. Of dat er onderhoud gepleegd moet worden waarvoor een vergunning nodig zou zijn. Op dat moment is natuurlijk een nieuw beleidskader dan dat getoetst gaat worden. Oké, dankjewel. Dat lijkt me een helder antwoord. Ik ga nog heel even met u door de procedure zoals we die met elkaar hebben afgesproken. Er is al veel gevraagd naar waar is nou al die informatie te vinden. Nou, de www-adres is al een paar keer genoemd. De uitgangspunten liggen sinds 22 november, dus sinds vorige week ter inzage. Daarom organiseren we ook nu deze livestream, zodat we u daar vroegtijdig over kunnen informeren. Nou, die zijn in te zien op het Waterschapshuis aan de Stedenbaan, maar dat is in deze coronaperiode misschien een minder goed idee. Het kan wel, want we zijn wel gewoon open, maar het is beter om ze vooral online te bekijken. Op noorderzeilvest.nl/oeververdedigingswerken. Er kan ook een zienswijze ingediend worden over wat daarin staat bij die uitgangspunten bij het dagelijks bestuur van het waterschap. Het adres ziet u in beeld. En we hebben met elkaar afgesproken dat we tot begin februari de gelegenheid geven om te reageren. En ik hoorde Annette net zeggen dat het om 7 februari gaat, om heel concreet te zijn. De sluitingsdatum die op deze site staat, dat we dat binnenkort publiceren, dat weten we nu, dat wordt 7 februari. Dat voor wat betreft de terinzagelegging van de uitgangspunten rondom het onderhoud aan oeververdedigingswerken. Er komt nog een vraag binnen van een van onze kijkers. Het juridisch kader geeft aan dat het waterschap moet zorgen voor een goede toestand van de oppervlaktewaterlichamen. Wat is dan de reden voor wijzigen? En ik zie dat Wim daarop kan antwoorden. Gaan we jou horen, Wim? Hé,
Ja, ik moet even kijken. Ik moet eerlijk zeggen dat die vraag me niet helemaal duidelijk is. Zou je hem nog even kunnen herhalen? Zeker. Het juridische kader dat we kennen geeft aan dat het waterschap moet zorgen voor een goede toestand van de oppervlaktewaterlichamen. Wat is dan de reden voor wijzigen? Wil jij daarop antwoorden? Want is het te juridisch van aard zodat we toch nog even naar Daan schakelen? Dat kan ook. Ik denk dat het beter is. Ja, dat is beter. Dan proberen we of Daan deze vraag kan beantwoorden. Kun jij deze vraag duiden, Daan? Ja, ik kan er wel even op ingaan. Als ik de vraag goed begrijp, bedoelt de vragensteller met het juridisch kader ons keur. Op dit moment is de keur, blijft gewoon van kracht. Hè? Ook ondanks het feit dat er een nieuw beleidsstuk aankomt over de onderhoudsplicht over oefenverdedigingswerken. En de keur en in de legger wordt gewoon het waterschap aangewezen als de onderhoudsplichtige van het oppervlaktewaterlichaam. Als we het hebben over het primaire stelsel, dus de hoofdwatergangen. En dat verandert ook niet. Hè? Dus dat is niet dat het beleid daarin verandering brengt. Het beleid geeft alleen meer helderheid over wie dan onderhoudsplichtiger wordt voor oeververdedigingswerken. En dan kijken we puur naar het belang van een aangrenzend eigenaar of het waterschap bij het werk. En natuurlijk naar het functie van het werk. Dus dat is wat het nieuwe beleid gaat inhouden. Dus er verandert niks aan het juridische kader waarin staat dat het waterschap gewoon de beheerder en ook onderhoudsplichtig is van hoofdwatergangen. Oké, helder. Dat lijkt me een prima duiding van de vraag die gesteld wordt over die verantwoordelijkheid. Ik moet nog even één ding toevoegen over de procedure die gaat lopen. Nog heel even de terreinsaanlegging met de data die daarbij horen. Na het verwerken van de eventuele zienswijzen, de periode die is dus verlengd tot 7 februari, en naar aanleiding van de ervaringen die we langs de Damsterdiep dus opdoen in die allereerste pilot, stelt het algemeen bestuur de nieuwe regels voor die oeververdedigingswerken en het onderhoud daarbij en de onderhoudsplicht daarbij vast in het eerste kwartaal van 2022. Dat is de bedoeling zoals we dat nu voor ons zien. En als dat dan klaar is, Annette, en die uitgangspunten zijn vastgesteld door het algemeen bestuur van het waterschap, wat levert ons dat dan op? Nou, de bedoeling is dus dat we met deze beleidsregels in de hand, met deze afspraken in de hand, dus dat je dus onderwijsplichtigen kan aanwijzen, hè, met dat maatwerk wat eraan vooraf gaat en die gebiedsprocessen die ik genoemd heb. En dat gaan we allemaal documenteren in de legger. En in de legger is dan heel duidelijk vastgelegd hoe het zit met het onderhoud. En dan komen we dus niet meer in de situaties waar we nu zitten, dat er zich oeververdedigingswerkers bevinden waarbij het niet duidelijk is wie daarvoor aan de lat staat. Dus dat proberen we netjes vast te leggen. En dan kom je in een situatie waarin dat er duidelijkheid is in de toekomst. En ja, dit is ook input voor ons meerjaren onderhoudsprogramma. Wat in de leggen staat, hè, we leggen ook de conditie van de beschoeiingen en voor de kades vast. Aan de hand daarvan kunnen we kijken van hoe lang is de levensduur en wanneer moet de inspectie plaatsvinden. En op basis daarvan gaan we dan ook voor meer jaren kijken hoe we de onderhoud van onze de oeververdedigingswerken waar wij voor aan de lat staan, of gedeeltelijk dat we die gaan aanpakken op het juiste moment. Dus echt risicogestuurd, hè, zodat je zeker weet dat je voor de veiligheid kan blijven instaan naar de toekomst toe. Ja, zo weten wij dus ook voor een wat langere termijn waar we voor hadden laten staan. Hè? Ja. Ja, zo is precies. Oké, dankjewel Annette voor die informatie. Nog heel even de procedure. We kunnen daar niet helder genoeg over zijn. Die zetten we nog even op een rij. Tussen 22 november en 7 februari 2022 ligt dat ontwerpbeleid met de uitgangspunten dus ter inzage. Er is een mogelijkheid om zienswijzen daarop in te dienen en de stukken zijn dus nu al in te zien. En vanaf begin februari van volgend jaar verwerken we die zienswijzen, stellen we de reactienota op en voeren we eventuele wijzigingen door in dat beleidskader. En begin maart van volgend jaar zien we voor ons dat het dagelijks bestuur een besluit neemt over die zienswijzen en ligt er een voorstel voor dat definitieve beleidskader. En dat gaat dan richting het algemeen bestuur. En eind maart, dat zei ik net al even, verwachten we dat het algemeen bestuur een besluit kan nemen over het definitieve beleidskader. Annette,
zijn aan het einde gekomen van deze livestream. De vragen bij de kijkers zijn ook op. Tenminste, ik zie een leeg scherm. Dus dat hebben we mooi met elkaar kunnen doen. Bedankt voor je toelichting voor vanavond. Is er nog iets waar je mee zou willen afsluiten? Nou, ik kijk erg uit naar het gebiedsproces. Hè, zodat we dus kijken hoe werkt het nou in de praktijk en waar lopen we tegenaan en hoe kunnen we dat nou op een goede manier doen. Zodat we uiteindelijk in een situatie komen waarin duidelijk is en duidelijke afspraken zijn. Dus dat is het vooruitzicht. Ja, ik ben er met jou en de collega's die ons vanavond hebben geholpen met het beantwoorden van alle vragen heel benieuwd naar hoe dat zal gaan. We kijken er ook naar uit, als het kan, om die gebiedsprocessen toch zoveel mogelijk ook persoonlijk met de betrokkenen te kunnen gaan doen. En als dat niet kan vanwege de coronasituatie, dan zoeken we daar natuurlijk een oplossing voor. En hopelijk heeft deze livestream duidelijk gemaakt waarom wij deze nieuwe uitgangspunten op papier hebben gezet en wat het effect daarvan is of kan zijn in de toekomst. En zodra het gebied waar u nu woont aan de beurt is, dan kunt u meer informatie vinden op onze website noorderzeilvest.nl/oeververdedigingswerken. We hebben vanavond al heel veel vragen kunnen beantwoorden, waarvoor dank. Dank ook voor uw belangstelling daarbij. En als er nog vragen leven, mail die dan naar het al eerder genoemde mailadres in deze livestream, onderhoudsoevers@noorderzeilvest.nl. Makkelijker kan het niet, zou ik zeggen. onderhoudsoevers@noorderzeilvest.nl. Ik dank iedereen heel hartelijk voor de belangstelling, voor het kijken, voor het indienen van de vragen. Wij hopen dat we u hier heel erg mee geholpen hebben om deze uitgangspunten toe te lichten en over hoe we met het onderhoud aan dat moeilijke woord oeververdedigingswerken, hoe we daarmee aan de slag gaan. Nogmaals dank voor het kijken. We wensen u nog een hele fijne avond. Dank u wel.